Welkom bij de online bierproeverij van Helle Bier. Mijn naam is Job en ik heb een achttal bieren voor jullie geselecteerd die als het goed is thuis koud in de koelkast staan. Vier daarvan gaan we behandelen in deze online bierproeverij. En ik zou zeggen veel plezier en proost! Het bier dat we gaan proeven is Hello Witte van brouwerij Steenbergen. In samenwerking met Hello Bier een bierlijn opgezet. Mooi fris wit bier van 5%. Nou, laten we hem uiteraard gaan inschenken om te proeven en te beoordelen. Nou, zodra we hem ingeschonken hebben zien we dat het een mooi citrus geel wit bier is. Met een mooi stevige stabiele schuimkraag. De geur is ook fris waarin die citrustonen naar boven komen. Ja, zodra we een slok van nemen komt daar ook dat frisse weer naar boven. Zowel de citrus als misschien toch ook wel een beetje de sinaasappelschil die daarin terugkomt. Het fruitige combineert goed met het zure. Hello Witte is een bier uit de reeks van de Hello Bier bieren. Eigenlijk iedere basisbierstijl wordt er wel in vertegenwoordigd. In dit geval een mooi wit bier van 5%. In samenwerking met brouwerij Steenbergen, bekend van de wat grotere merken zoals Piraat of de Bornum-lijn. Resulteert dat in een mooi, fris wit bier. Mocht je overigens de verschillen willen weten tussen een wit bier en een Weizen, daar heb ik een apart filmpje voor gemaakt. Daar kun je op klikken hier boven in het scherm. En dan word je daar uiteraard ook weer wat wijzer over. Nou, het bier heeft nog steeds een mooi stabiele schuimkraag, uitnodigend om een slok van te nemen. Ja, een echt mooi doorslessend wit bier om van te genieten tijdens de warme momenten. En ik zou zeggen, proost! Het bier dat we gaan proeven is Pierenmegochel Saison van brouwerij Homeland uit Amsterdam. Een mooi droge saison gecombineerd met de hibiscus. En deze saison heeft een alcoholpercentage van 5,9%. Laat hem uiteraard inschenken om hem te gaan proeven en beoordelen. Nou, zodra we hem ingeschonken hebben zien we dat het een mistig honing oranje kleurig bier is. Met een stevige schuimkraag. Ruikt redelijk kruidig. Toch ook nog wel een beetje fris. Misschien een licht zuurtje al in de geur. Ja, zodra je er een slok van neemt, komt daar ook dat zuurtje in combinatie met die kruidigheid terug. Dat zuurtje is eigenlijk afkomstig van de hibiscus waarmee dit bier gebrouwen is. Maakt het een net wat andere saison. Uiteindelijk sluit dit bier wel af met een redelijk droge afdronk, wat je dan van een saison weer kunt verwachten. Pierenmegochel is dus afkomstig van brouwerij Homeland. Een brouwerij gevestigd op de Marinewerf in Amsterdam. In 2016 bezet daar door twee personen die iets moois wilden maken van die werf. En een jaar later sloot daar een brouwer bij aan, waarna het trio compleet was om de mooie bieren van brouwerij Homeland te gaan brouwen. Ja, altijd wel wat uitdagendere combinaties, zo ook dit, een saison met hibiscus. En wat misschien opvalt is bier in blik. Dat zie je steeds vaker, daar zijn ook wat voordelen van. En daar heb ik een aparte video voor gemaakt. Wat daar nou de voordelen van zijn, daar kun je op klikken hierboven in het scherm. Ja, terug naar het bier. Ja, die mooie kleur valt dus ook op voor het seizoen. Wat donkerder dan dat je gewend bent. En dat zuurige in de smaak in combinatie met de licht zoetje en uiteindelijk die droge afdronk maakt het toch een mooi complexe seizoen. Voor nu zou ik dan ook niet meer willen zeggen dan genieten van en proost. Het bier dat we gaan proeven is Amber Jeneverbes van brouwerij Kleinduimpje uit Hillegom. Een mooi amber bier gecombineerd met jeneverbes. En het is een resultaat uiteindelijk van amber bier van 7%. Nou, laten we hem uiteraard uitschenken om hem te proeven en te beoordelen. Nou, hij is zoals je kunt zien iets donkerder dan de amberkleur. Meer richting het kastanjebruin. Mistig. En een mooi stabiele schuimkraag. Wat een beetje beige is geworden door het gebruik van de wat donkere mout. Nou, ruikt zoet, een beetje moutig en toch ook wel iets wat fruitig. Nou,
zodra je er een slok van neemt, komt daar ook die moutige smaak weer in terug. Ligt een beetje een alcoholische smaak, zonder dat het echt een extreem hoog alcoholpercentage heeft. Het is namelijk een amber bier van 7%. Nou, afkomstig dus van brouwerij Klein Duimpje uit Hillegom. Een kleinschalige brouwerij gevestigd in een oude bloemkwekerij. Gecombineerd met een proeflokaal. En in de zomer kun je daar lekker buiten zitten. Op lange picknicktafels. Terwijl je het hele bloemkwekerijpand kunt bekijken. In het proeflokaal zit overigens een ruit naar de brouwerij toe. Waardoor je ook van binnen in het proeflokaal eventueel het brouwproces kunt volgen. Nou, terug naar dat kruidige amberbier en dat fruitige. Mooi zacht van smaak en iets wat hoger in alcoholpercentage dan een gemiddeld amberbier, namelijk 7%. Maar zeker een aanrader. En ik zou voor nu dan zeggen, geniet ervan en proost. Het bier dat we gaan proeven is de Gaudal Grand Cru van Brasserie Gaudal uit het Franse plaatsje Arc. En deze Grand Cru heeft een alcoholpercentage van 7,9%. Laten we hem uiteraard gaan uitschenken om hem te proeven en te beoordelen. Nou, zodra we hem ingeschonken hebben, zien we dat het een mooi helder goudgeel sterk blond bier is met een stabiele en stevige schuimkraag. Nou, ruikt kruidig, een beetje stroachtig. Ja, en zodra je de slok genomen hebt, komt daar de bitterheid in wat naar boven. Er zijn namelijk ook 4 soorten hop gebruikt bij dit bier. Dus al met al maakt het een mooi zacht, sterk blond bier met een iets wat hogere hopbitterheid. Nou, eventjes naar de Gaudal, de Brasserie Gaudal uit het plaatsje Arc dus. Nou, zoals je ziet, een mooi chique uitstraling heeft dit flesje door het mat zwarte flesje. Een brouwerij dat al meer dan 100 jaar bestaat. Ooit begonnen als kleinschalige brouwerij en echt alleen maar leverde in een straal van 2 kilometer rondom de brouwerij. Maar tegenwoordig dus internationaal te verkrijgen is. En naast de Grand Cru is er ook eventueel een blond, een amber en een IPA. Maar naast de Gaudal serie hebben ze ook nog een breed assortiment aan andere bieren. Nou, terug naar deze Grand Cru. Ja, mooi zacht van smaak met die hopbitterheid. Wil je overigens weten wat nou de theorie is achter de term Grand Cru? Daar heb ik een filmpje van gemaakt, daar kun je op klikken hier linksbovenin. En daar leg ik dat graag in uit. Voor nu zou ik willen zeggen, geniet van deze Grand Cru en proost. De overige 4 bieren uit het pakket zijn Blonde Parel van brouwerij De Stramme Kabouter uit de Mil. Een mooi wit bier gecombineerd met extra hoppen. Wat hem wat bitterder maakt uiteraard. En nog steeds wat fruitig door de sinaasappelschil. De Wild Mail Blond van tv-kok Jeremy Vermolen. Speciaal ontwikkeld voor de barbecue. Een mooi blond bier van 6,5%. Een Amerikaanse IPA. Een samenwerking tussen 2 Amerikaanse brouwerijen, Eslin Beer en de Royal Brewing. Een mooi verfrissend hoppig IPA van 7%. En de Grand Cru van Saint-Fulien. Alleen de beste ingrediënten zijn hiervoor gebruikt. En dat resulteert in een extra sterk blond bier van 9,5%. Bedankt voor het kijken naar deze online bierproeverij. Jullie zijn weer wat wijzer geworden over de speciaalbieren. En tot de volgende keer. Proost!